Ja, oké, okay, gaan we weer naar buiten. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Niels. En ik Martijn. Nou, Marcella die heeft naar ons getweet dat zij heel graag een manier wil vinden om gratis te parkeren. Want dat is zo duur in Nederland. Amsterdam is wel heel erg exceptioneel. Staan namelijk op plaats 5 in duurste steden om te parkeren. Ja, en wij zouden de Giergasten niet zijn als we daar een leuk trucje voor zouden verzinnen. Ja, want er zijn heel veel bedrijven in Amsterdam die hebben allemaal privé parkeergarages onder de grond. En daar kom je eigenlijk alleen binnen als je daar op afspraak bent uitgenodigd. Dus wat wij vandaag doen, wij gaan daar langs. Wij gaan opzoeken op LinkedIn wie daar precies werken. En met een bluffverhaal dat wij daar een afspraak hebben, gaan wij proberen of wij onze auto daar de hele dag kunnen parkeren. En hoe gaan we daarvoor betalen? Helemaal €0! Tap in jongens, zou ik zeggen. Oké, we zijn nu bijna bij de parkeergarage. Moeten we nu even weten welke naam we moeten noemen, zometeen, bij het poortje. Ja, het bedrijf heet CBRE. CBRE, ja. Pas goed. En we moeten zijn bij Niels Hansen, staat op LinkedIn. Niels Hansen, we hebben een afspraak met hem. Hier toch? Hier, ja. Oké. Ja? Ja. Jezus. Hans Jans. Niels Hansen. Goedemiddag, ik heb een afspraak bij Niels Hansen. Niels Hansen. Van CBRE. Van CBRE. U heeft een afspraak met Niels Hansen van CBRE? Ja. Niels Hansen, zeg mij niet. Wat is uw naam? Niels Oosthoek. Ik kan niemand bereiken op het moment. Oké, okay. Ja, dat is wel een beetje veel, want ik sta hier nu... Ja, dat snap ik. En kijk, u zegt CBRE, dus op zich zou het denk ik wel goed zijn. Maar ik moet toch zeker weten voordat ik iemand toelaat. Oké. Okay. Tot ziens. Oh mensen. Poging nummer 2. Poging nummer 2. We gaan nu naar het bedrijf. Niels. Syphilis. 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 Syphil. Klinkt als een ziekte. En de manager heet... Die heet iets. Yes, nou, jongens, we zijn er nu. Ik moet nu even weten welke naam moet. Ja, ik weet het niet. Nog wat. De managing director heet Peter Siebesma. Daar hebben wij een afspraak mee. Ja. En waarom hebben wij een afspraak, Niels? Omdat we een huis we gaan makelaars. Verkopen. Oké, here we go. Ik vind het nu wel een beetje spannend. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Frans Leuter. Ik heb een afspraak met Pieter Siebesma. Peter Siebesma. Van Sebbels. Van Sebbels. Kom eens, Lies. Jij een naam houden, jij een naam. Mag ik eenmaal uw naam, meneer? Sorry? Mag ik nog eenmaal uw naam? Frans Leuter. Komt even verder. Ja. Zelfs, ja. Kijk, komt u even binnen. Van, komt u even verder. Ik heb zo'n voorgevoel. Dat we nu opgehaald gaan worden. Dat we nu opgehaald gaan worden. We zijn binnen. Ja. Het is nu alleen de vraag of we naar de straat kunnen. Ja, ik zou zeggen laten we het uitproberen. Ja. Maar dit is niet de straatkant. We kunnen misschien beter leren. Even kijken. Kun je niet beter via dan nodig? Er moet toch gewoon een trap hier zijn of zo. Een receptie. Ja. Even. Heel goed teken erover. Ja, oké, okay, gaan we weer naar buiten. Er wordt hier gewoon gescreend. Vanaf het moment dat wij daar met de auto stonden. Houden ze je gewoon in de gaten. En zodra je naar buiten loopt, word je gewoon gepakt. Dus het is makkelijk om naar binnen te rijden, maar het is moeilijker om dan ook nog ongezien naar buiten te gaan. Dus daar gaan we nog even aan werken. Het is echt zo gênant. Het is echt heel gênant. Oh man, maar die kale gozer die zat ons gewoon vol uit. Ja, die zat ons keihard uit. Ja, ik kan nog waar afspraak? Vijf, welke adres? Succes, heren. Ja, dankjewel. En daar zijn we weer. Ja, maar jongens, we moeten nu een smoes hebben waardoor we ook binnen kunnen komen. Dus niet alleen we hebben een afspraak en dat je bij de receptie erachter komt. Hé, hey, ik heb toch geen afspraak. Dus wat kun je zeggen waardoor je ook even naar binnen kan? Bij het Holland Casino. Kijk, daar kom je op buiten. Dat is het voordeel. Oké, de Holland Casino gaan we nu. Ik heb een sollicitatiegesprek. Goeie. Ja, maar dan heb je weer een afspraak. Nee, open sollicitatiegesprek. Maar jongens, wat is nou het verhaal? We hebben een interview. Je hebt een interview. Juist. Voor de MCOP. Juist. Ik heb een interview voor de MCOP. Ja, Masterclasses of Poker. Masterclasses of Poker. Staat er om de hoek, is over een week. Floris van de Ven. Ik heet helemaal niet Floris van de Ven. Nou, of nu heet jij wel Floris van de Ven. Ik heb Peter Leuteman. Hey, goedemiddag. Ik heb een interview voor de MCOP. Ja, met de auto.
Kan ik hier ergens parkeren? Ik kan hier niet parkeren. Maar ik moet bij het Holland Casino zijn. Ja, dat kan, maar hier mag niet geparkeerd worden. Je hebt mij wel eens verteld, we hebben een interview hier. Maar we vertelden dat ik hier kon parkeren voor het Holland Casino. Ik kan wel eens een transponder ophalen en in de garage parkeren. Willen we dat? Ja, ja. Ja, doe maar. Wat is een transponder? Gaan die plaatsen mee? Ja. Maar wat is een transponder? Jongens. Waarschijnlijk gewoon een pestje of zo. Ja, ja, daar komt de meneer. Cameraatje lager. Maar wat is een transponder dan? Dat we... Een transponder krijgen van ons. Ja? Als u, nee, maar dat is zo bij BNR. Ja? Ja. U kunt een transponder mee krijgen, kunt u mee parkeren in de parkeergarage. Oké, top. Als u gewoon de garage inrijdt en op het moment dat u enig betaling moet doen, dan druk ik op dit knopje. Ja. Dan gaat de bouwman omhoog, kunt u gewoon parkeren. En deze moet u in de auto laten leggen, totdat u de auto weer ophaalt. En als ik hem dan heb, kom ik hem hier terugbrengen en dan is er niks aan de hand. Precies. Nou, tot zo. Dankjewel, hè. Dit is bizar. We hebben een transponder! Yeah. Weet ik wat een transponder is? Ik zie jullie knikken. Ja, ja, dat willen we. Dat willen we. Hij denkt dus dat wij een interview hebben bij BNR. Business News Radio. Dus we hebben nu een gratis parkeerplek. Gozer, als je een beetje brutaal bent, dan kom je echt heel veel in de leven. Oké. Stevige yoghurt! Dus we hebben nu een parkeerplaats. Laten we de stad in en kijken of we zo meteen ook daadwerkelijk gratis naar buiten kunnen rijden. Gemeente Amsterdam, we hebben gewonnen van jullie. Alweer. Wij mochten daar niet filmen, dus we hebben wel eventjes de berekeningen gedaan. Ja, Het is 8 euro per uur om hier te parkeren. En we hebben hier 7 uur geparkeerd, dat is 7 keer 8. En dat is 56 euro. Hebben wij nu bespaard. Q-Park, 8 euro per uur, zo duur. Ik zou ook niet willen dat we hier zouden filmen als ik jullie was. Nee, maar fuck jullie. Maar zullen we weer terug naar de auto? Oké, pak je transponder. De transponder, ik heb hem. Ja. Draait de camera? Ja, die draait. Je weet zeker? Ja. Er gebeurt niks. Fuck. Je bent oprecht. Of hier achter, daar. Oh nee. Hij doet niks. Ja! 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 Yeah, baby! Dankjewel! Ja. We gaan de transponder even terugbrengen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Wat moet je dan doen? Dan kun je ons volgen. En je kan het filmpje ook even een duimpje omhoog geven. En dan abonneren op het kanaal. Kun je abonneren ook gelijk. En je kan ons ook volgen op Instagram, Twitter en Facebook. Ja, want dan zie je nog veel meer van onze leuke acties. Ja, en als je een wens hebt, dat was Marcella, want die had dit naar ons getwitterd. Hoe kan ik gratis parkeren? Nou, bij deze. Tot volgende week, jongens. Tot volgende week. Daag. Teringhond.